Mijn waarde vrienden staat u geraas. Ik ga vertellen over het land, maar hij is de baas. In Midden-Europa, vlak aan de zee, bestaat er een landje gelukkig tevreden. In het noorden ligt Holland vlak boven de grens. In het oosten is Duitsland, dat weet ieder mens. Vol Frankrijk moeten we het zuiden in. En de Luxemburgers liggen daar tussenin. Al deze titi, al deze titi, al deze titi, al deze titi. Al deze dingen zijn vermeld, dus waar zo moeten niet lang zoeken op de wereldkaart. Het land heeft hier geen al te grote faam. En België, dat is de naam. Leopold, de eerste koning van het land, was nogal nauw met de Duitser verwant. Een tweede Leopold, die zag het ook, zag het ook, zag het ook zwart, want alle Congolese stalen zijn hard. Albert de eerste viel met een bots, met zijn klikken en zijn klakken, van de Ros, van de Ros, van de Ros. En al zijn paard, een derde Leopold, die hield het ook niet al te lang vol. De vrouw is Fabiola, hij is haar man, en tot nu toe is gebleken ook een grootste fan. Hij voelt zich gelukkig, hij voelt zich fijn, hij is er de koning en het bop, 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 bop. Boudewijn, Boudewijn. Na vele drukke dagen in zijn paleis, heeft hij soms wel eens goesting voor een lange reis. In de winter naar Spa, de winter naar Spa, de winter naar Spa, de winter naar Spanje, in de zomer Japan. In de herfst komt het er soms niet van, maar als de lente is in het land, dan gaan ze met z'n allen naar Disneyland. Maar daar heeft hij ooit zijn bril verloren. Hij komt er niet meer, dat heeft hij gezworen. Moe van het werken willen wel eens rust, die vindt hij aan de Belgische kust. En Fabiola gaat overal mee. Wat is hij gelukkig, wat is hij tevreden? Wat is hij gelukkig, wat is hij tevreden?